Van Rijkswaterstaat kregen we de opdracht om het verkeerssysteem op de Haarnvlietbrug aan te passen. Het beweegbare gedeelte van de brug was dermate slecht dat het de huidige verkeersstromen niet aankon. Dus moest er een verkeerssysteem op de weg komen om het verkeer te vertragen. Om onze klanten te overtuigen van ons voorstel wat betreft het verkeerssysteem, hebben we een 3D-animatie gemaakt. Nou, later is gebleken dat de barrier teruggeplaatst moest worden voor de verdeling van het gewicht. Hier zaten heel veel haken en ogen aan. Vervolgens is daar Maurik Techniek is daarmee bezig geweest om daar een zo goed mogelijk product neer te zetten wat aan de eisen voldeed van Rijkswaterstaat. We kregen van Maurik Infra de vraag om een snelle oplossing te bedenken voor het herstellen van de fundatieplaten. Dit was een lengte van 360 meter en we praten over een prop aantal van 160 stuks die wij hebben teruggeplaatst. En alle gaten hebben ook moeten knappen door middel van het opsnijden. Wij hebben de verkeersmaatregelen verzorgd. De verkeersmaatregelen die begonnen eigenlijk al bij Den Haag met de eerste vooraankondigingen. De toegangsweg richting Antwerpen, België, die werd natuurlijk doorgesneden. De omleidingen waren daardoor heel erg groot. De middenbarrier moest worden teruggeplaatst. Daar wisten we van dat dat heel veel werk met zich mee zou brengen. Toen kwam daarbij dat we in overleg met Rijkswaterstaat hebben besloten dat het asfalt ook compleet werd vervangen. Los van dat hele goede idee gaf dat natuurlijk wel extra druk op de planning. Met alle disciplines zijn we toen snel om tafel gegaan om dat af te stemmen. En hebben we denk ik alle werkzaamheden die gedaan moesten worden, hebben we in 2 weekenden kunnen realiseren. En zijn we ruim voor de officiële openstelling ook open gegaan.